Jongens, ik ben niet aan het huilen, maar ik ben gewoon super moe. En Lissy ook, die is alweer aan het slapen hier. Ik ben echt moe, jongens. Ik moet eigenlijk nu koken. Een hele goede morgen. Super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Vind je wel een duimpje omhoog te doen en hier beneden te abonneren. Ik heb vannacht niet geslapen, jongens. Tenminste, steeds slaapjes van 20 minuten, dan weer 20 minuten wakker. 20 minuten slapen, 20 minuten wakker. Dat kwam door deze nieuwe pup. Als het goed is, hebben jullie het gezien. Gisteren in de vlog hebben we een nieuwe pup gekocht. Lizzie. En Lizzie moet nog eventjes wennen aan dat we in de nacht moeten slapen. En Liz. Dus zij is nu ook heel moe. Ik heb kindjes vanmorgen naar school gebracht. En ik, ja. Nu kan ik niet echt meer slapen. Ik wil mijn huisje even opruimen, schoonmaken. Even de was doen en filmpjes kijken. Dus ik doe wel rustig aan, maar vanmiddag moet ik een nieuwe rijbewijs aanvragen. Ik ben hem kwijtgeraakt, maar andere, stom. Dus dat, jongens. Oh ja, Lizzie kan niet op de bank, omdat ze nog zo klein is. Ze dacht, misschien kan ik een trapje van Billy aan Lizzie geven, zodat ze de bank op en af kan. Want Billy, onze konijn, die kan toch over op en af springen. Dus daar wil ik even naar kijken. Dus kijk vandaag gezellig met ons mee. Verder wou ik liever vertellen dat het wel echt heel goed gaat met Lizzie. Ze voelt zich echt thuis. Ze is heel druk. Ze speelt. Ze kwispelt heel veel. Ze gaat achter de honden aan. Honden gaan achter haar aan. Maar ze doen wel voorzichtig met de nieuwe pup. De andere honden. Dat gaat echt heel goed. Ze eet. Ze drinkt. Ze slaapt. Jongens, ze doet het echt allemaal heel goed. Ze voelt zich echt wel heerlijk thuis. Dus dat gaat allemaal heel goed. Ook fijn dat andere honden rustig met haar doen en haar accepteren. Dus dat is allemaal heel fijn. Alles gaat wel heel goed. Alleen de slaap nog niet. Maar ja, dat hoort er maar even bij. Dan denk ik dat ik even wil bijkomen in bad. Dus ik ga van nu naar boven naar bad. En dan neem ik het kleine mopje even mee naar boven. Even kijken waar ik er boven kan neerzetten. Dat ze veilig is. Dat er niks kan gebeuren als ik even in bad zit. Yeah. Nou, dan heb ik even dit gepakt, jongens. Het is een badje waar ze mee vroeger in zat als baby. Dan heb ik zo'n neppe, jongens, konijnendekentje ingedaan. Ik lekker warm voor het er zo. Speelgoedje. Zo goed? Is het zo goed? Zit je goed?
zit je goed. Dan zit je ook in bad. Alleen dan zonder water. Ja, zit je goed? Nee dus? Zit er nee? Nee, dus ze wil eruit. Zoals jullie hebben kunnen zien, ben ik niet in bad geweest, jongens. Lizzie was in slaap gevallen op bed. Dus ik dacht, ik blijf wel naast de ligger. Dus ik heb wel een beetje gerust, een beetje filmpjes gekeken op mijn telefoon. Dan tril je zo. En nu ga ik natuurlijk even naar de McDonald's, want het is ondertussen 12 uur. Kunnen jullie zien op de klok? Het is 12 uur, dus het is lunchtijd. Dus ik ga even lunchen naar de Mac. Dan neem ik even Lizzie mee. En dan... Yes, ik heb mijn Mac, jongens. IJsje met fleurie altijd. En mijn eten. En Lizzie ligt alweer gewoon te slapen hier. Onder mijn vest. Ze heeft net 2 uur lang of 3 uur lang geslapen. 2 uurtjes. En nu slaapt ze alweer. Dus het is niet gek dat ze vannacht weer niet gaat slapen. Hè? Ja, ach ja. Nog schatje. Nog schatje. Nog schatje. Ja. Je bent nog te klein, schat. Om mee te eten. Ben je nog te klein voor hem? Ja, schat.
bij thuis komt, moet ik me even gaan omkleden nu. Even mijn haar een beetje strakker doen. Ik heb, ik ben maar geen fotoshoot. Maar wel een foto voor mijn rijbewijs. Ik ben rijbewijs kwijt. Ik had hem net een week of twee, max 2 weken had ik hem. Toen ben ik hem ergens verloren. Zonde van mijn geld. Ik ga nu weer een nieuwe aanvragen, maar dan moet ik even nieuwe foto's gelijk voor maken. Dus dat ga ik even nu doen. Dan is het eindelijk het tijd van het jaar, jongens, voor de ex. Eindelijk, jongens. Daar wacht ik het hele jaar op. Wat is er, Lizzie? Wat een piepje. Ik ben gewoon hier. Hi, Lizzie. Was je me even kwijt? Ik ben er gewoon, hoor, schat. Je gaat gewoon zo meteen mee foto maken, hè? Mee naar het gemeentehuis. Toch? Ga je gewoon met me mee vandaag? Wat poppenkind. Ga je met me mee vandaag? Kijk hoe inimini ze is, hè, jongens. En je bent zo inimini. Je bent zo inimini. Ja, schatje. Trouwens, mijn moeder is wel lief om me even naar het gemeentehuis te brengen. Want mijn auto is net ben ik even naar de Mac gereden. Maar dat gaat echt heel slecht met die auto, hoor, jongens. Van een week kan die pas. Echt heel erg. Ik dacht, naar de Mac kan die nog wel, maar terugweg. Mijn rode lamp is op mijn dashboard. Ik moet daar gewoon niet meer doen, nee. Zo moet het zo lief dat ze hem even brengt naar het gemeentehuis. Helemaal in het bruin vandaag, jongens. Oh. Goed dat film. Nou, dan zag ik aan de onderkant nog wat. Zo. Kindjes halen. En ook op mijn moeder als het goed is. Naar het schoolplein van de kindjes toe. Dus, tot straks, jongens. Weet je wat ze de hele dag heeft gedaan? Geslapen. Dus vanavond is ze weer wakker. Ja, ik weet het. Dank je voor het kindje. Je bent echt een beetje. Gisteren nog op het schoolplein. Zo'n man met zo'n hele kleine pomeriaan. Mama, kijk, schat, mama, kijk. Weet je het nog?
Ik weet niet. Nee, nee, dat weet je niet meer, hè? Nou, hè? Hondje, hè? Ja, op het schoolplein, zo'n bruine. Want Jessie in het klein. Ik dacht dat je wel heel klein was. Ik heb alles te klein gemaakt. Was Jessie in die mini, op jouw schoolplein. Huh? Jullie hoeven niet ons te filmen. Ja. Ah, zielig. Er zit een trillen op je bed. Er zit een trillen op mijn bed. Ja, ik heb het niet los. Nee, ik weet het, maar dan ga ik even kijken. Ja. Is hij goed gekeurd? Is hij goed gekeurd? Mam, hoeveel houdt van konijnen bloemen? Ja, weet ik ook niet. Dat zei die vrouw. Nou, je ziet het. Ze hebben het echt lekker. Hoezo doet hij zo'n achtje geven? Dat hij het niet vast kan houden met zijn handje. Toch niet? Yes, we zijn weer thuis. Het ging niet. Rijbewijsaanvraag. Ik had mijn paspoort niet meegenomen. En die moet je meenemen. Ik heb wel foto's gemaakt, maar ik zie dit echt veel mooier uit dan op de foto hoor, jongens. Ik snap dat niet. Even kijken, hoe ik kan vinden. Even kijken. Even kijken. Ja, even kijken. Oh. Zie ik er zo uit, jongens? Ik moest mijn bril af van die vrouw. Ik was bij de vorige... Moest. Ja, dat zei ze, want anders kon het niet in de foto. Terwijl bij die vorige kon het ook. Die foto zit ook niet eens goed. Echt? Van de bank? Ja. Hoe kan dat nou? Zit een trapje? Ja, kiel. Het ziet er niet uit, jongens. Maar het is maar voor mijn rijbewijs. En dan heb ik gelijk nagelknipdingetjes om de honden hun nagels te knippen. Wat is die vrouw? Jongens, ik ben niet aan het huilen, maar ik ben gewoon super moe. En Lissy ook, die is alweer aan het slapen hier. Ik ben echt moe, jongens. Ik moet eigenlijk nu koken. Oh. Wat is er, schat? Jullie draagt een kroon. Ik ga koken.